propeller from an airplane, a charged table from a ship, a cage with a parrot, you know, everything we've got in the shed has its own story. You never know what you're gonna find, and it's different every day. That's the beauty of it. My name is Gilles van Mill, born 1948, not here in Texel, but 200 kilometers away on the mainland, but part of my family is from here. So I always went to visit my grandfather, and that's the way I started beachcombing. Well, the beachcombers here in Texel, there were, at that time, it was 1980 I'm talking about, there were eight of them, and they had a lot of stuff stacked away in different places, and one of them actually said, well, why don't we bring everything together? The funny stuff we got, the strange stuff we don't use, because that's what it's normally about. That's the way the museum started in 1980. Mijn naam is Jan uit Geest. Ik ben geboren in februari 1938. En ik ben al 62 jaar strandjutter. Nooit dus gejut omdat het een museum zou worden. Dat is zomaar spontaan ontstaan. En als je dan een museum hebt, en dan is het alles wat je op strand vindt, krijgt een plekje in het museum. De gekste dingen die vind je in het museum bij ons. Hang maar op en leg maar neer. En dat maakt de massa maakt het interessant. Ik ben Piet Verleersum. Ik ben geboren in 1946, net na de oorlog. En ik ben hier op het eiland. En van jongs af aan heb ik me altijd al geïnteresseerd voor de zee. En ik kan al wel 4 of 5 generaties terug, dus die iets met de zee te maken hebben of altijd gejut hebben. Hier hebben we dus een schoen die op het strand gevonden is. En die, een schoen die hier op het eiland aankomt, is altijd een linkerschoen. Dat komt omdat hij met zijn neus omhoog gaat staan in de zee. Zo dus. Gaat hij met zijn neus omhoog. En dan maakt hij een draaiing in de golven of door de stroming. De linkerschoen komt hier in Nederland aan, in Europa. En de rechterschoen die gaat naar Engeland, Ierland en Schotland. Dat komt door die stroming, die draait andersom. Serieus? Dat is serieus waar. Kunnen we bewijzen, want jullie rijden nog altijd links. Nou, opvolgers voor ons, zeker de jutters. Kijk, als er een schip op strand komt, dan loopt er 1000 man en dan is iedereen jutter. Maar dat ben er dan geen jutters. Maar ja, wij zijn op het moment op Texel nog met een stuk of 8 jutters. Maar ja, het zakt allemaal in omdat je niks meer vindt. Dus we moeten het echt hebben van een storm. En dat er, kijk, bij de Schelling hingen vorig jaar pakketten hout van een schip af. Dat is daar allemaal aangespoeld, heel interessant. Er ging containers van een schip af en er zaten allerlei borrelnootjes in. En patat en chips, dat is er aangespoeld. En er is een container geweest, er zaten mountainbikewielen in. Die ben aangespoeld massaal op Ameland en Schiermonnikoog. Er zaten een paar duizend jassen zaten erin. Nou, de Schiermonnikoogers lopen allemaal met jassen met een mooi bontkraagje allemaal van het strand. I am Cor Ellen. I was born on Texel on the 16th of November 1926. So today I still 83 is the age. Let me say I'm an old man. Another part of the things is a container full of milk powder. Milk powder from made in Holland. It's sent to Africa for the poor people over there. And I got
a lot of things out of this container. So much I have 1 year not to go to the milkman. En ik heb ooit eens een keer hier op deze plaat een flesje gevonden. Een klein flesje, zo breed. En daar zat geld in. Daar zat aan waarde 500, omgerekend nu 500 euro in. Ik was 8 jaar oud dat ik hem kreeg. En toen kreeg mijn oudste broer, die was 8 jaar ouder dan mij. Die draaide hem open. Ik kreeg er één. Ik kon snoep kopen en hij had een bromfiets. I got more than 500 bottles found it with letters in it. It's a letter from Brentwood, Essex. Please write and tell me about yourself. My full name is Susan Wendy Ailey. I am 13¾ year. My hobbies are breathing butkies and reading, not forgetting fishing. I also smoke and hope you will write back. My name is Suzanne. I come from Brentwood in Essex. When I was 13 years old, I threw a bottle into the sea with my dad. I think the idea was more my dad's. I think it was something read in the paper or something about bottles drifting. So he decided he was going to go down to the beach. He said to me, write a note out. And I remember one particular thing he said was to put stones in the bottom of the bottle so it'd go with the sea, not the wind. And so we went down to the beach and launched it out, and I didn't think I'd hear nothing else of it. Sending a message to someone you don't know, and you'll hope that you'll get an answer. And especially young people, children, they're very curious. They want to know, and they want to know what's in another country, what's in a different country, what's somewhere else. You try to make contact with other people, with other maybe another continent even, because we found a bottle from Iceland, so we get them from anywhere. Dit zijn twee flesjes die gevonden zijn op het strand, waar dus briefjes in zitten. Deze kinderen uit Norfolk, Engeland, die hebben heel veel verstand van de zee. Deze flesjes zijn verzwaard met steentjes, waardoor ze dus zo in het water komen. Waardoor ze dus met de stroming meegaan. Als je een leeg flesje in het water gooit, dan gaat hij zo staan. Dan blaast de wind en de eb die blaast hem binnen een half uur weer terug naar het eiland. Deze zijn zo in zee gezet. Op de 25e november en 8 december vonden we deze flesjes aan het strand. En dan maak je hem open en dan staat de Shepherd op en zijn zus. Dit is broer en zus, die lagen 150 meter uit elkaar. Ja, Jonathan en Rebecca die hadden verkering, Engeland, hè. En even denken, ja, dat meisje dat had de verkering uitgemaakt, toen werd Jonathan een beetje boos. Heb je alle leuke dingen van haar in dat kistje gestampt en waarschijnlijk bij Lowestoft de zee gegooid. En wij vermoeden een dag of 10 later had mijn broer het hier gevonden op het strand. En toen heb je dat allemaal opengemaakt en gedroogd. En toen bleken er toch 330 foto's in te zitten. Van hele goede kwaliteit. Allemaal nette foto's, moet ik erbij vermelden. We hadden al zitten dingen van, zou het wat andere foto's weten? Er waren nette foto's. Nou, liefdesbrieven dus. Knuffeltjes. En de pikante voorwerpen, dat hebben jullie wel gezien. Deeldozen en noem maar op. Die dingen hoefden ze ook niet meer te gebruiken. Die Rebecca. Ja, ik wil het eigenlijk wel terug, maar ja, dat doen wij niet. Wat de zee gegeven is, dat houden we hier zo. In mijn directe omgeving, daar gebeuren er natuurlijk ook dingen die niet zo leuk zijn. En ik had vroeger een vriendinnetje. En dat vriendinnetje dat verhuisde van het eiland naar Duitsland toe. En die kwam altijd hier nog op vakantie. Ze was een jaar of 10, 11 dat ze van het eiland afging.
En ze kwam ieder jaar keurig op bezoek. En op een zeker moment kom ik van mijn werk af. Ik was 16 jaar oud, ik werkte toen al. En toen was het doodstil bij ons in huis. En dat kind was, mijn vriendinnetje was toen niet thuisgekomen. Die was aan het zwemmen geweest in de Noordzee. En die is verdronken. En toen ben we met man en macht gaan zoeken natuurlijk, met de hele familie, maar ook politie en burgerij. Die zijn de kop opgegaan naar het noorden, want het was een bepaalde soort wind. En dat ging, dat dachten ze dat ze omhoog gegaan was. En toen werd ik midden in de nacht wakker, om 3:15. Ik kan de tijd nog heel goed herinneren. En ik op mijn fiets, hier naar het strand. En ik vind mijn vriendinnetje ongeveer daar, waar de paal staat van de KNMI voor wind en weet ik wat, een weerspaal. Daar lag ze dus aan het strand. Als de vloed weer opgekomen was, was ze meegenomen in de vloed. En daar, hier staat zo'n ontzettende stroming. Dan ben je er dus voor altijd kwijt. Dan vind je er nooit meer terug. Dus dat is eigenlijk mijn mooiste jut geweest. Look, if you like to do anything in the world and you like it, let it know on other people, look at the water, maybe there is a bottle. And so till today I still look at the bottles drifting in the water around Texel Island.